Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ben ik hier bij Palladium at Home voor al uw heerlijke gerechten? Hey, Kluun. Hey, Dirk. Dirk, hi. Hey, Mike. Kluun, hallo. Het lijkt meer op een kantoor nu dan op een... Normaal gesproken loop je met de wijnen en ja, zo. En, nu hebben we hier kantoor gemaakt. Jongen. Beetje betrokken met de mensen hier. Hey, en dus thuis bezorgen nu. Ja. Maaltijden. Ja. Joost Zwageman, Weile Joost Zwageman, beslist geen kleintje. Gaf ooit eens een lezing in het nieuwe De Lamar Theater hier om de hoek. Het ging over zijn nieuwe roman destijds, De Buitenvrouw. De Buitenvrouw. Buitenvrouw is een benaming die Surinaamse mannen geven aan hun buitenechtelijke minnares. Dat is volgens mij dubbelop, maar dat geeft niet. In Suriname een algemeen geaccepteerd fenomeen, maar iets wat wij ons Hollanders tijdens de koloniale tijd nooit eigen hebben gemaakt. Althans, de meeste van ons niet. Het publiek van Zwageman bestond die avond, en het zal 1995 zijn geweest, overwegend uit donkere vrouwen, een zaal vol potentiële buitenvrouwen. Robert Vuistje had er een moord voor gedaan. En al die vrouwen giechelden om deze lange, witte, magere, bebrilde man en zijn literaire beschouwing van het fenomeen buitenvrouw. Na de lezing werd de auteur door een aantal dames uitgenodigd om nog een drankje te gaan halen. Dat liet de auteur, gewend aan een bibliotheekpubliek dat doorgaans bestaat uit 50-plus vrouwen met veelkleurige brillen, zich geen twee keer zeggen. Het werd al ras gezelliger en Zwageman was aan een van deze tafels de koning van zijn universum. Maar opeens was het gedaan met de aandacht. Patrick Kluivert, destijds 19 jaar, kwam daar door de ingang naar binnen. Gegil, gegiegel, Patrick, kom bij ons zitten. Patrick Kluivert, doorgaans gewend aan een aantrekkelijker publiek dan dat van Joost Zwageman, schoof maar al te graag aan. Nou kun je als schrijver schrijven wat je wilt, al laat je de seks van de bladzijdes druipen, tegen de spits van het eerste van Ajax leg je het af. Zeker als die spits enkele weken daarvoor met de punt van de voet Amsterdam de Champions League heeft bezorgd. Kom jij aan met je lullige romannetje of erger nog een essay. Schrijverspits 01. Geef hem een boek van jezelf, fluisterde de dame die naast Zwageman zat. Na enige twijfel, dacht Zwageman, lezen voetballers überhaupt wel zijn boeken zonder plaatjes? Haalde de schrijver een exemplaar van zijn boek uit zijn tas, pakte een pen uit de binnenzak van zijn colbert en maakte aanstalten het boek te signeren en het aan de jonge spits te overhandigen. Voor Zwageman eigenlijk ook maar iets in het boek kon zetten, nam Kluivert druk in gesprek met de dames, werktuigelijk het boek van Zwageman over, zette er op de automatische piloot zijn handtekening in en gaf het, zonder een verder een blikwaarde te gunnen, aan de schrijver. Zo voelt dat dus, een panna in palladium. Kijk, en ik kan zeggen, het verhaal, we hebben het dus gecheckt bij... Ooit bij Joost Zwageman, toen Hans van der Beek en ik dit schreven 10 jaar geleden. En bij Patrick Kluivert. Ze hebben allebei een licht andere versie. Zwageman had hem. In grote lijnen klopt. Goedemiddag. Ik wil graag wat meenemen. Mag ik gewoon een pastatje zalm? Want dat schijnt goed te zijn. Pastatje zalm? Fantastisch. Ik wacht even netjes buiten. Zalm? Kijk eens. Pasta met zalm? Ja. Dankjewel. Mike? Jo. Dirk, succes met je kantoorwerk. Sterkte, hè? Oké, mannen. Tot betere tijden. Hoi. Hoi.